en de stichting Wang Koni Peking is vandaag gelanceerd. Zij zullen zich bezighouden met het aanleren en verbeteren van digitale vaardigheden voor kansarme, minder bedeelde, achtergestelde en laag opgeleide kinderen en senioren en personen met een beperking. Volgens Brian Isselt, voorzitter Stichting Koni Peking, is het een droom die werkelijkheid is geworden. Met de oprichting van de stichting wil hij een bijdrage leveren aan de opbouw van Suriname. En is het natuurlijk zo dat, dan zou je zeggen, dan zou elk kind kunnen komen. Maar we hebben het dusdanig vastgesteld dat elk kind of elke ouder die de trainingen niet kan betalen, dus financieel niet daadkrachtig zijn, hun kinderen mogen zich aanmelden om die training hier gratis te kunnen volgen. Wang Koni Peking heeft een dusdanig training samengesteld, bestaande uit leren omgaan met de computer en veilig internetten, Word, Excel, PowerPoint voor de iets oudere leerlingen, de leerlingen die op de MULO-school zitten, de IMEO bijvoorbeeld, die een presentatie moeten maken, dus die hebben het nodig. En sowieso heb ik e-mail erbij gezet. Het hoofddoel van Stichting Wang Koni Peking is om de digitale kloof tussen verschillende groepen te verkleinen. Wang Koni Peking wil kinderen voorbereiden op de toekomst en de kansongelijkheid op het gebied van digitaal onderwijs helpen verkleinen. Er zijn toch groepen van mensen in Suriname die een computertraining niet kunnen betalen. En omdat ze het niet kunnen betalen, dat is één. Twee, de school biedt niet de mogelijkheid om die kinderen de basis te geven. Dan stel je dan de vraag, waar gaan ze het oppakken? Waar gaan ze het leren? En waar gaan ze de juiste informatie krijgen? Want leren kunnen we ons allemaal. Maar de vraag is dan, is het dan de juiste informatie die een kind krijgt die ze later nodig hebben? En we hebben het pakket dusdanig samengesteld dat we het ze kunnen geven als basis, dat wanneer ze later zichzelf willen gaan uitbreiden, dat ze in ieder geval de basis al hebben. De stichting houdt rekening met de leercapaciteit van kinderen en de trainingen zijn ook aan de hand daarvan samengesteld, aldus Isselt.